Wesley Sneijder! Vriend! Goedemorgen. Hey vriend. Hey vriend. Ja, er is zoveel te bespreken, Wesley. Maar allereerst, hoe is het eigenlijk met je? Nou, heel goed. Een beetje nog last. Ik ben nog aan het bijkomen. Ja. Gisteren natuurlijk al mijn eerste optreden gehad, gelijk hakken gisteravond. Dus ik ben aan het bijkomen. Heb je een optreden gehad gisteren? Nee. Heb je nog aan voetbal gekeken gisteren? Ja, helaas wel. Ja. Ja, nou, wat vind jij er dan van als je zit te kijken? Nou ja, kijk, weet je, het is altijd in aanloop naar zo'n EK is een beetje experimenteren. Je kijkt een beetje van waar staan de spelers nu, in welk systeem. Is uiteindelijk het beste, wat ligt ons het beste. Dus ik eigenlijk vind ik dit niet zo heel belangrijk. 13 juni beginnen we en daar moeten we er staan. En ja. Alleen als je dat gisteren ziet, ja, dan is het niet echt een hele goede voorbereiding richting de 13e. Maar goed, er kan nog een hoop veranderen. Maar wat zie jij misgaan? Ja, eigenlijk een heleboel. Je ziet gewoon dat er zit geen lijn in. Het lijkt wel of het niet echt een team is nog. En ze zijn echt zoekende. Je ziet echt dat ze zoekende zijn naar de speelwijze, zeg maar. Hoe kunnen we een tegenstander pijn doen? En dat is, ja, het is allemaal een beetje plichtmatig. Ik wil wat meer vrijheid zien, zeg maar. Ja. En wat vind je van Sillissen, van dat hele verhaal dat hij niet meegaat? Ja, dat is ook een beetje toe. Kijk, zo'n staf die moet op een gegeven moment moet de selectie rondmaken. En ja, dan is er eentje die heeft corona. Ja, en dan ga je toch met elkaar in overleg. En dan bekijk je de voor- en de nadelen. En ja, dan is die misschien de eerste wedstrijd er niet bij. Nou ja, dat is al een storing in je voorbereiding richting die groepsfase. Hmm. Ja, dan moet je een keuze maken. En in dit geval hebben ze ervoor gekozen om hem niet mee te nemen. Maar ik begrijp dat hij natuurlijk, Sillissen zelf, dat hij hier enorm van baalt. Ja. Ja, de boer zegt ook, ik heb niet de indruk dat hij fit is. Had jij die indruk ook? Ook? Nou, ik vind dat een beetje misschien wat te makkelijk. Maar goed, misschien heeft Frank de Boer heel wat anders in zijn hoofd. En gaat hij straks toch met Stekelenburg spelen. En dan worden die keuzes voor hem natuurlijk alleen maar makkelijker. Dat kan ook. Missen ze niet gewoon een Sneijder in de kleedkamer? Die de boel eens eventjes in de rust, ja. in de rust eens even een paar mensen bij de haren pakt. Ja, maar ja, weet je, Sneijder is er niet meer. En zo is Robert er niet meer. Zo is Van Persie er niet meer. Zo is Kuyt er niet meer. Weet je, er wordt verwacht nu dat er andere spelers op gaan staan. Alleen dat is wat ik de laatste tijd wel een beetje zie, hè, van wie gaat er dan opstaan? Kijk, er zijn natuurlijk spelers genoeg met individuele kwaliteiten, maar ja, een EK, jongens, dat is echt anders. Dat is gewoon anders. En je moet iemand hebben die echt als een leider is en het liefst 3-4 in je ploeg. En ja, dat ontbreekt er nu een beetje. Ja. En als we jou bellen, is het eigenlijk voor een optreden. Ja. Ja, er zijn nu andere prioriteiten. Wel in trainingspak, dus het is... Ja, ja. die kleur is goed. Dus we kunnen zo naar buiten met die pakken. Ja, Wesley, jij bent de nieuwe ster in de Koning Toto-reclame. Dat zijn legendarische commercials. En nu zit jij erin. Hoe is dat zo gekomen? Nou ja, ik ben benaderd allereerst. En al een tijdje geleden, hoor. Maar... toen vond ik het moment nog niet daar. En nu heb ik zoiets van, ja, ik wil wel luisteren naar... wat is het idee dan, daarachter? En toen kwamen ze met dit idee. En ja, weet je, dat is ook een beetje mijn jeugd, hè. Hakken, de Australiën pakken. Ja. Dus, ja, en je kon het ook. Ik zie je gewoon hakken in de commercial. Dat is niet normaal. Ja, baardje op je hoofd. Ik moet zeggen, ik had het echt al jaren niet gedaan. En ik heb mijn best gedaan. De hakken stonden op een gegeven moment op mijn blaren. Op mijn hakken, de blaren. Ja. En weet je, op een gegeven moment, ik was ook echt helemaal kapot. Weet je, alles ging me pijn, alles ging me zeer doen in mijn benen. Maar goed, dat is het als je 5 dagen lang aan het hakken bent. Maar ik vond dit sprak me aan. En het is natuurlijk, wat jullie al zeggen, het zijn altijd legendarische reclames. Dus, nou, wat ik tof vind, is dat er zitten zoveel knipoogjes in. Je hebt natuurlijk het handje op je voorhoofd. Ja. Wel, ja. Met het hoofdje. Ja. Ja. En dat je op een gegeven moment op een kistje staat, dat is goud. Ja. Geweldig. Echt geweldig. Ja, nou ja, natuurlijk. Het moet ook, je moet het allemaal niet, het leven niet serieus nemen. Het is ook veel met een knipoog. En ik heb goede reacties gehad. En daarom bellen jullie ook, denk ik. Ja, man. Nee, ja, zeker. We willen hem ook even draaien. Want dan moeten we het ook nog even erover hebben dat jij gewoon rapt in de plaat. Ja. Ja.
En ik ging naar de studio en ze hadden natuurlijk, ze hadden een paar uur hadden ze voor me uitgetrokken. En uiteindelijk begonnen we. En ik dacht geloof ik binnen 10, 15 minuten was ik weg uit de studio. Nee, man. Ben je dat? Ja, rapper West. Ja, en ik wist ook niet dat ik dat kon, maar goed. Baas W. Ze waren zeer tevreden, dus nou, leuk. Wat geweldig. En ja, Charlie Lonois en Mental Theo die zitten er ook in. En Jack van Gelder. Ja. Jack van Gelder, niet normaal. Ga je hem doen op je afscheidswedstrijd? Nou, dat is nog, die hebben we net uitgesteld, hè. Dus dat... Ja. Die is nog even een tijdje weg. Kijk, als je zoiets doet, zo'n afscheidswedstrijd, daar moet publiek bij. Want ja, je haalt toch spelers hier naartoe die normaal nooit, zullen komen. Dus ik wil wel wat geven aan de mensen. En ja, ga ik hem doen. Misschien een beetje met een knipoog ook. Maar goed, welke grote sterren heb je af moeten bellen voor je wedstrijd nu? Wie stond er op de planning? Nou, ik heb tot nu toe heb ik nog niemand af hoeven te bellen. Misschien komt dat alleen maar beter uit. Ramos is misschien met de tijd gestopt. Dus dan is dat ook weer makkelijk om hier naartoe te komen. Dus misschien wordt het alleen maar een stuk praktischer. Maar ja, we zullen het zien. We willen gewoon wel een mooie wedstrijd neer gaan zetten. Grote vraag is natuurlijk wanneer. Maar heb je al iets in je hoofd? Wanneer dat weer zou kunnen? Nou ja, er zijn twee scenario's. Hè. Dat we het richting september gaan bekijken. Maar dat hangt ook weer natuurlijk af van de versoepelingen. Ja. En anders moeten we het echt even over het jaar heen tillen. En dan in de zomer volgend jaar. Ja. Hey, dan moet je fit blijven hakken. Ja, nou, maar daarom heb ik het ook gedaan. Hè. Dat is een beetje Nou, we gaan er even naar luisteren. Het is de plaat van Koning Toto. Het is Wesley Sneijder met Charlie Lonois en Mental Theo. Ja, al rappend. Echt te gek. Wesley, leuk dat we je er even over konden bellen. Ja, dankjewel. Dames en heren, hey, Wesley Sneijder. Nou, tot snel weer, vriend. Tot snel, vrienden. Hoi, hoi.